Jorien Geerdink, je hebt onlangs een oproep gedaan om iets tegen de armoede in Nederland en in Almelo te doen. En in Almelo heb je twee moties ingediend. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat kan ik wel. Een paar jaar terug is de individuele inkomenstoeslag is naar beneden bijgesteld, waardoor mensen dus met een laag inkomen minder te besteden hebben in het, per jaar. Daar hebben we toen al van gezegd van dat kan eigenlijk niet, want dat is niet in lijn met andere gemeenten. De motie heeft toen niet gehaald. Nou, daarna heb ik nog twee keer een motie ingediend om dat inkomen toch hoger te krijgen. Maar tot op heden is dat niet gelukt. En dat is niet alleen aan het college, maar dat is vooral de raad die gaat hierover. Dus ik hoop dat de raad een keer wakker wordt en gewoon die individuele inkomenstoeslag naar boven bijstelt. Zodat meer in lijn is met andere gemeenten. Nu word je op de wenken bediend, want het demissionaire kabinet Rutte heeft 2 miljard toegezegd om de lage en middeninkomens tegemoet te komen. Wat vind je daarvan? Ja, dat is op zich hartstikke mooi, maar het moet natuurlijk wel daar terechtkomen waar het nodig is. Wat horen jullie als PvdA over de armoede in Almelo? We hebben wel contact met mensen in armoede, zeg maar. Voor veel mensen, sommigen die kunnen er heel goed mee omgaan. Zijn heel creatief met alles en ontdekken van alles, waardoor ze dus minder besteden, zeg maar. Maar het blijft gewoon elke keer. Er hoeft maar iets kapot te gaan of iets te gebeuren en je zit meteen weer in de min. Maar goed, u bent in ieder geval een pleitbezorger voor de mensen met een smalle beurs. Ja, dat zeker. Want ik vind gewoon, iedereen moet gewoon kunnen doen wat hij wil doen. En er moet ook ruimte zijn om, zeg maar, nu op zo'n warme dag als vandaag, of met je kinderen bijvoorbeeld de stad in te gaan om even ijsje te eten. Of gewoon, ja, gewoon even dat extra. Dat moet gewoon kunnen. En dan moet het stookseizoen nog beginnen. Ja, nou dat wordt nog een hele uitdaging, denk ik. Want dat zie je nou ook. Je ziet nou ook weer dat er contracten aangeboden worden. En mensen zitten natuurlijk te denken van ja, is het nou verstandig om dat nu te doen? Of moet ik het nog uitstellen? En dan constant die twijfel. En als je genoeg te besteden hebt, dan is dat niet zo moeilijk om die keus te maken. Maar als je heel weinig hebt, dan doe je ieder dubbeltje draai je om. Dus dat is heel lastig. Welke hulp kan de gemeente Almelo bieden aan mensen die het echt moeilijk hebben? Ze kunnen in ieder geval de toeslagen die je als gemeente kunt, die kun je dus verhogen, die individuele inkomenstoeslag. Maar ik denk ook dat het heel goed is om gewoon heel dicht op de mensen te zitten. En als iemand hulp nodig hebt, om die echt serieus te nemen en daar goed het gesprek mee aan te gaan. En te kijken van wat kun je doen. En eventueel als de schulden zijn, schulden overnemen. En dat gebeurt ook al best wel veel, maar er zit nu natuurlijk ook een groep aan te komen die de nieuwe armen, zeg ik dan maar, die door de energiecrisis en alles, dus die komt allemaal nog. Kortom, ook in Almelo is het alle hens aan dek. Ja, in Almelo, maar ik denk in heel Nederland. Maar in Almelo is het denk ik net iets erger als in heel veel andere gemeenten. Dank u wel. Ja, graag gedaan.